Ik ben Maaike Kunst, tweedejaars student Milieukunde en zoals je kan zien sta ik vandaag midden in het veld. Want ik wil jullie graag iets vertellen over de studie Milieukunde. Tijdens de opleiding is er natuurlijk veel aandacht voor het milieu. De bodem waar ik op sta, de lucht die ik inadem, de organismen die er om me heen leven. Kortom, alles wat je ziet als je buiten bent. Maar er is meer. Als milieukundige wil je graag zorg dragen voor het milieu om ons heen. Binnen de opleiding kun je zelf kiezen hoe jij je steentje wil bijdragen. Ga je voor duurzame energiebronnen, zoals hier achter mij, waar een biovergister en een zonnepark gebouwd worden, voor behoud van biodiversiteit, efficiëntere waterzuiveringsmethoden of een combinatie van alle drie. In het eerste jaar krijg je alle basiskennis, van natuur- en scheikunde tot watermonsters en grondboringen. Daarna kies je jouw richting. Voor de leerstof geldt: zie iets tijdens veldwerk of practica en leer in de les hoe het werkt. Dat vind ik het leukste aan milieukunde. In jaar 2 en later in jaar 3 mag je op stage. Dat deed ik hier, bij de Omgevingsdienst Groningen. Als je naar het gebouw achter me kijkt, denk je misschien aan een kantoor. Maar tijdens mijn stage ben ik juist naar buiten geweest. Samen met een toezichthouder energie of milieu ging ik langs bij bedrijven en andere organisaties om te controleren of ze voldoen aan wet en regelgeving. Lijkt milieukunde je leuk en wil je meer weten over de opleiding? Check dan de website van het Van Hall Arestein of zoek ons op social media.